Dit is uren voor de wedstrijd. Ja. Kijk even met me mee. Hop. Is dat even wat? Is dat even mooi? De Kuip. Wauw. De rust ook nog. Hier. Die er heerst. Dat is zo mooi. Ja, weet je wat het is met de hele discussie ook. Rond het Feyenoordstadion. Ik bedoel, ja. Het is eigenlijk is het niet eens een gebouw. Nee, het is helemaal geen gebouw. Het is ook geen stadion. Dit, kijk nou even mee nog een keer. Dit is gewoon een gevoel. Ja, dit is gewoon een gevoel. Ja, en dat kan je toch niet... Ja, dat denk ik bij mezelf. Dat kan je toch niet zomaar wegdoen? Zo'n gevoel kan je toch niet zomaar... Hup, aan de kant zetten. Dat gaat toch niet? Dat is dan toch onmogelijk? Ja, dus daarom zou ik... Ja, ik zou even tegen al die mensen willen zeggen... die zo druk bezig zijn met dat nieuwe stadion. Jongens, ga hier nou eens zitten gewoon. Gewoon even een paar uur in dit... Kijk nou even mee nog een keer. In dit prachtige, lege stadion. Ga hier nou eens gewoon zitten. En dan laat je dat even over je heen komen. Het gevoel van de Kuip. Ja. Denk daaraan als je die beslissing neemt. Het trilt en het beeft. Een teken dat het leeft. In 1937 werd het gebouwd. En toch nog altijd zo vertrouwd. De Kuip is geen stadion, het is meer. Het is een gevoel, die speciale sfeer. Geen gejuich als Feyenoord scoort. Het is een ontploffing die je hoort. Seizoen na seizoen, de trouwe gezichten die je ziet. Altijd samen in euforie en in verdriet. Uit volle borst zingen ze daar. Hand in hand. In het mooiste stadion van Nederland. Waarom is het dan dat iedereen zich ermee bemoeit? De Kuip en het legioen zijn met elkaar vergroeid. Laat ze met rust. En laat het maar gaan. De Kuip een facelift. En laat het bestaan.